Welkom bij het sportcafé van RTVA vanuit de stad Schouwburg in Amstelveen. Vandaag staat de uitzending geheel in het teken van het amateurvoetbal in onze regio. En ik praat erover met de stand van zaken. Hoe is het gesteld met het voetbal in Amstelveen? Dat doe ik met drie trainers. Allereerst met Mark Kraandonk, trainer van Amstelveen Heemraad. Momenteel koploper in de zaterdag derde klasse. Maurice Kuiper, trainer van ANVV, zaterdag tweede klasse. En Ruud Visser, trainer van... geen enkele club op dit moment. Jarenlang bij Rode 23 en volgend jaar is hij trainer van NFC. Heren, welkom hier aan tafel. Straks uiteraard natuurlijk over jullie clubs van nu. Jouw toekomstige club, Ruud. Maar eerst even in het algemeen. Hoe is het gesteld met het niveau van het amateurvoetbal in Amstelveen? Wie wil daar als eerste even een schot voor de boeg geven? Niet allemaal stilvallen nu gelijk. Nee, ik natuurlijk. Jij bent onafhankelijk. Ik ben onafhankelijk. Dus. Ik kan alles eruit. Ik kan zeggen wat ik wil. Nou, maar ik heb wel mijn voorkeuren qua club. Okay. Wat mij opvalt, ik dacht er natuurlijk ook over na. Wat me opvalt is dat er de clubspelers. Die heb je niet meer zo erg. Ik zie nu ook spelers die bij Mark bijvoorbeeld spelen. Die hebben ook bij mij gespeeld, maar die hebben ook bij NFC gespeeld. En dat zeg maar in 3-4 jaar tijd. Dus er zit heel veel roulatie zit erin. Is dat veranderd ten opzichte van een jaar of 5 geleden? Ja, vind ik wel. Toen was het toch ietsje meer eigen spelers. Maar er is niet veel eigen meer bij. En het is moeilijk om echt te bouwen aan een team. Het is vaak erg verschillend in kwaliteit. Per jaar kun je zomaar meedoen en je kan zomaar helemaal in elkaar vallen. Kijk NFC zaterdag bijvoorbeeld. Ervaren jullie dat ook zo? Maurice? Nou ja, als ik bij ons natuurlijk kijk, is eigenlijk wel een groepje vrienden die al jarenlang bij ANVV speelt. Dat is inderdaad wel aangevuld met vrienden die van buiten komen, laat het zo benoemen. De jeugd is wel nu opkomend, maar... ten opzichte van jaren geleden is het inderdaad wel nu iets verbeterd, maar weinig altijd dat de standaard doorgroeit. Dus op dat gebied ben ik het wel met hem eens. Ja. Jij zal niet zo heel veel te klagen hebben daarover, Mark, want jij hebt 5 of 6 misschien wel goede spelers van NFC in de zomer naar Amstelveen gekregen, gehaald, hoe moet ik het noemen. Maar onderschrijf je wel een beetje wat Ruud zegt en wat Maurice beaamt? Nou, kijkende naar het onderwerp, het Amstelveense voetbal, kan ik het ook gewoon wat breder trekken. Kijk, ik kom niet uit Amstelveen. Ik kom uit Heemskerk, maar daar is het niet anders. Je hebt gewoon te maken met wat minder clubgebonden spelers. Clubs willen ook steeds zo hoog mogelijk gaan voetballen. En dan heb je ook met kwaliteit te maken. Nou, dan onderschrijf ik wat Ruud zegt. De kwaliteitsverschillen tussen jeugdgroepen onderling zijn enorm. Dus als je met eigen spelers een bepaalde klasse in wil, dan correspondeert dat niet met datgene wat je op het veld ziet. Dus op het moment dat je in eerste klasse in wil zijn... Maar ligt het probleem dan niet ergens anders? Dat begint dan toch gewoon bij de jeugd, dat die organisatie dus blijkbaar bij de meeste clubs in Amstelveen dus nog niet goed staat? Nou ja, ik denk dat ik bij de club heb gezeten, bij Rode 23. Rode, ja, bij Rode 23. Natuurlijk, er was altijd al heel veel jeugd, maar het was nog niet erg georganiseerd. Het was overal zat wat. Leiders die hielden hun beste spelertje in de 1-9. Nou, dat hebben we als eerst opgepakt door zeg maar de kwaliteit eruit te halen en dat samen te bundelen. Maar wanneer is Roda daarmee begonnen? Je hebt 9 jaar bij Roda gezeten. Ja, een jaar of 10 geleden. Volendam vandaan kwam, was daar de vraag van wij willen met de jeugd hoger. En wij willen dat uiteindelijk in het eerste elftal zien komen. Maar dat duurt heel lang voordat dat... Dat duurt heel lang. Je hebt een hele lange doorlooptijd. Maar ik zie wel een kentering. Ik zie echt een kentering. Want als je nu Sporting Martínez bekijkt, die gaan ook nu niet meer. Die hebben toch nu stappen gemaakt. Ondanks dat het niet goed gaat daar. Maar die maken nu een bewust... Qua prestatie bewust, heb je dan ook. Qua prestatie. Ja, precies, ja. Maar dat is inherent aan zeg maar, het benaderen van spelers. Of het laten toestromen van spelers. Het wil helemaal niet zeggen dat bestuursleden er actief mee zijn. Maar het kan ook zo zijn dat een trainer, een passant, die komt. Die spelers meeneemt. Ja. Nou, daar heb je als bestuur wat over te vinden, vind ik. Ja. En als je dat toelaat, heb je ook kans dat als die trainer wegloopt, dat die spelers ook weglopen.
Nu zie ik een keuze, ook bij NFC, waar ik naartoe ga volgend jaar, dat die zeggen van, we doen niks meer met vergoedingen. Wil je hier voetballen, voetbal je hier. En dat zie ik bij Sporting Martínez ook gebeuren. Dus gewoon proberen daarvan af, dan maar een keuze dat je degradeert of lager gaat spelen. Maar wel met een eigen filosofie. Is dat bij Amstelveen nu gaande? Nou, of komt op gang? Kan ik dat misschien beter zeggen? Maar kijk, wij hebben in ieder geval jeugd. Dus op het moment dat je in ieder geval jeugd hebt, dan kun je daarna de stap maken om een structuur in aan te brengen. Dat ik binnenkwam bij Amstelveen werd er gezegd, we hebben een jeugdopleiding. Alleen als je dan ziet dat je eigenlijk maar één betaalde of een gediplomeerde trainer in je jeugdopleiding hebt, dan kan je niet spreken van een jeugdopleiding. En dus is er ook weinig kans dat ze ook doorstromen naar het niveau wat jij wil? Ja, want er wordt niet getraind. Er wordt, wat ik altijd zeg, bezigheidstherapie gedaan. Er wordt is ook leuk. Is leuk, maar ja, tussen recreatief en prestatief voetbal zit een verschil. En natuurlijk ben je met de D2 nog niet bezig met dat ze in het eerste elftal moeten komen. Maar op het moment dat je daar wat meer tijd aan gaat besteden, wat Ruud ook zegt, dan duurt het wel wat langer. Maar dan is het in ieder geval wel vanaf de bovenbouw tot aan de onderbouw duidelijk waar je binnen je club voor bezig bent. En dat is uiteindelijk opleiden voor je eerste elftal, 's middags om 2:30 op het eerste veld. Ja. Jij zei net al dat bij ANV het nu ook gaande is. Een club waar ze ook al een tijdje bezig zijn met jeugdvoetbal. En een aantal jaren geleden zelfs de Rinus Michels Award verwonnen voor de beste jeugdamateuropleiding van Nederland, is SV Oudekerk. Nou, er was een hoop gedoe de laatste weken bij die club, want men had besloten, tenminste de spelers wilden heel graag, dat de beste spelers van de zaterdag en de beste spelers van de zondag bij elkaar zouden komen. Nou, veel ophef erover en uiteindelijk is er besloten dat er prestatiegericht op zondag gevoetbald gaat worden. Trainer volgend jaar voor die groep is Martin van Egmond. Ja, als trainer zijn, dan ben je daar natuurlijk altijd happy mee. Je krijgt de beste spelers van Oudekerk onder je hoede. Wat wil je nou meer? Mooier kan niet. Ik kan me ook voorstellen dat het niet zonder slag of stoot is gegaan binnen de club. Ja, dat hou je altijd natuurlijk. En het maakt niet uit of je nou linksom doet of rechtsom doet. Er zijn altijd mensen die het er niet mee eens zijn. En dat hou je toch. Om op zondag prestatievoetbal te gaan spelen was geen keus van het bestuur. Het initiatief kwam volledig van de beide selecties. Dus het is een besluit van de spelersgroep. Alleen wij hebben gezegd dat de spelersgroep dat duidelijk wil. Dan gaan we dat faciliteren. Daarentegen heffen we niet de zaterdag op. We gaan de zaterdag ook gewoon door. En we gaan ook zorgen voor een goede trainer van de zaterdag, een goede opleider. Alles in de gedachte dat we heel graag willen dat onze jeugd, die nu toch op een behoorlijk niveau staat, verder kan in een opleiding bij de senioren. Vooractie maken! Opdracht 1! Voor trainer Martin van Egmond wordt het dus een hele opgave om een uitgebalanceerde selectie samen te stellen. Want niet iedereen kan natuurlijk spelen. Nee, ik kan niet alle spelers erin zetten. Nee. Maar goed, dat betekent dat je ook een sterk tweede krijgt. En op die manier breng je wel de hele club omhoog. En niet alleen je eerste elftal. En ja, natuurlijk zal je spelers moeten teleurstellen. Dat is inherent het voetbal natuurlijk. Ik heb op dit moment een grote scoutencommissie samengesteld. Van oud-voetballers hier uit Oudekerk. Die allemaal hoog hebben gevoetbald, allemaal hoofdklasse hebben gevoetbald. Onder leiding van Hans van Kasteren, die natuurlijk regiocoach was bij de KNVB en dus ook opleider daarin. Gaan we dus de komende twee maanden gaan we de jongens scouten, die gaan we in kaart brengen, zoals ik dat in het verleden ook heb gedaan bij de KNVB. En uit die groep gaan wij samenstellen welke we in de zondag willen hebben en welke jongens in de zaterdag. Heeft het jou verrast dat de club uiteindelijk voor de zondag kiest, omdat de zaterdag gewoon een klasse hoger speelt dan het eerste zondagteam? Ja, verrast. Als je eromheen kijkt, wat voor clubs hier omheen zitten allemaal. Dan zijn het op zondag wat meer derbies natuurlijk. Dus ja, misschien is dat de reden geweest waarom ze daarvoor gekozen hebben. Die reden durf ik niet te zeggen, maar ik ben er in ieder geval blij mee dat ze voor de zondag kiezen. Met eventuele mooie derbies tegen Roda of Martínez in het vooruitzicht hoopt SV Oudekerk dus de juiste keus gemaakt te hebben. Maar natuurlijk is dit niet voor de korte termijn. Oudekerk wil meer. Ik zou het heel erg leuk vinden dat als SV Oudekerk dadelijk in een stabiele ploeg in de tweede klas is. Dat zou wel een hele leuke prioriteit zijn. En binnen jaar, hoeveel jaar moet dat gebeuren dan? Binnen 2-3 jaar. Ja, heren, alle drie aan tafel zaten jullie te kijken en konden jullie eigenlijk allemaal je mond niet houden. Wat is het commentaar hierop? Verrassende keuze. Ja. Dat het eigenlijk vanuit de spelersgroep komt en niet van de club zelf of van het bestuur. Dus aan de ene kant denk je wel, oké, dat spelers meedenken. Is heel mooi,
Maar is er ook over de rest echt goed nagedacht? Het klinkt allemaal mooi, een scoutingsapparaat, alles. Maar het moet er nog maar echt op zich, een, op zich is de keuze natuurlijk niet zo raar. Als je op zaterdag speelt en op zondag een eerste helft, dat je zegt van nou weet je, we doen gewoon de beste bij elkaar. Op zich is dat niet zo raar, toch? Nee, zeker niet. Het kan helemaal niet dat een club, ik weet niet precies hoeveel leden ze hebben, ik denk rond de 12. Nou ja, weet je, dan weet je ook dat daar vast wel kwaliteit in zit in de jeugdopleiding, maar nooit genoeg om 2 elftallen volledig op niveau te laten voetballen. Dus is het een goede keus. Maar een club die de Rinus Michels Award verdient, die dus visie heeft en lange termijn gedachtes, die kunnen niet besluiten dat ze maar 1 prestatie-elftal. Dat moet bij de leden vandaan komen. Nou, bij de spelers. De spelers zijn nou, de spelers. Maar spelers zijn leden. Spelers ja. zijn leden. Ja. En die hebben besloten dat dit moet gebeuren. Nou, voor de duidelijkheid, ze heffen de zaterdag 1 niet op, hè? Nee. Komende week wordt bekend wie daar de trainer ja. zal worden. Maar goed, wat ik wel... Jij hebt dit jaar tegen Oudekerk gespeeld met Amstelveen. Ja. Ja. Slechte seizoenstart gehad. Krabbelen nu wat terug. Verbaast het jou wel dat ze uiteindelijk voor de zondag kiezen wat uitkomt op vierde klasniveau, terwijl de zaterdag al derde klas speelt? Ja, nou ja, sowieso neem ik bijvoorbeeld mijn oude club VVC als voorbeeld. Daar ja, hebben ze de zaterdag, en zaterdag en zondag op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om 1 prestatie-elftal te gaan doen. Ook vanuit de club kijken. Je kunt niet op 2 paarden gokken. Maar als ik dan gewoon kijk ook naar de ontwikkelingen van de afgelopen 2 seizoenen, dat er steeds meer clubs de switch maken van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. Zou dan eigenlijk precies andersom? Ja. En kijk, ik ben opgegroeid in het zondagvoetbal, waren 20 en daar heb ik de meeste wedstrijden gespeeld. Maar ik ben uiteindelijk groot geworden in het zaterdagvoetbal. Bij Odin zie, zeker. Bij Odin, ja. Lisse, AC, ja. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je ziet met een Nieuwe Horen, een Feyenoord, een Argon, die allemaal kiezen voor het zaterdagvoetbal. Ja, maar is dat ook niet een beetje zo, sorry dat ik je onderbreek, dat op het niveau van tweede, derde klas, dat daar het niveau op zondag wat hoger ligt dan op zaterdag. En als je naar eerste klas en hoger gaat, dat het dan met name op zaterdag attractiever is? Ja, ja. Over het algemeen wel. En toch is het blijft dat je die keer denk je, nou, als je het niveau kijkt, denk je van als je tegen elkaar speelt in oefenwedstrijden, dan zie je dat niet, toch niet heel vaak terug. Maar ja, dan blijft het toch oefenpotjes. Maar als je echt de stand gaat kijken in de ranglijst, aan het eind van het jaar staat toch de teams van de zaterdagteams die eigenlijk het kampioenschap pakken. Dus dat ja, blijft toch altijd doorgaan. 13 spelers van de zaterdag 1 hebben te kennen gegeven dat ze die overstap zullen maken. Ik wil nog wel even toevoegen dat Wil Danen, het zat niet in de reportage, de hoofdtechnische commissie. Toen ik hem ook vroeg van waarom zondag en niet de zaterdag, zei hij al, nou ja, op zondag spelen wij vierde klas, maar loopt het tot en met de zesde klas. En als ik naar de zaterdag kijk tegenwoordig, Roda zaterdag speelt bijvoorbeeld ja. in die vierde klas. Dat is het laagste niveau, dus Oudekerk zaterdag speelt eigenlijk, en jij dus ook Mark, sorry dat ik het zeg, op het ene laagste niveau van wat er is. Ja, dus daar valt ook wel iets voor te zeggen weer ja. natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar goed, aan de andere kant vind ik dat dan te veel een mening en een gevoel. Wat Ruud terecht zegt, dat op het moment dat je een Rinus Michels Award haalt en er zit dus een denkwijze achter je jeugdopleiding en ook hoe je prestatief voetbal wil spelen, is het toch wel een hele vreemde move dat er vanuit de spelersgroep deze keuze wordt gemaakt, zeg maar. Dat is wat jullie eigenlijk het meeste bijblijft, dat dit niet of ze op zaterdag of zondag voetballen. Ik vraag me af of ze ooit een keuze hadden gemaakt. Want het is gewoon 2 clubs bij elkaar, zaterdag en zondag. Wie is het sterkste? Wie heeft de meeste mannetjes die wat vertellen? Ja. Je ziet dat daar problemen door ontstaan. Het is ook met VDO Uithoren gebeurd. Dat gaat zo direct ook met FC Aalsmeer gebeuren. Wie is het sterkste? Wie gaat bepalen? Er blijft er één overeind. Het is historisch, denk ik. Historisch die visie waar jij het nu over hebt, Osdo, nee, hij is natuurlijk alweer zoveel stappen. En nog speelt het. Okay. En nog speelt het. Mooie brug, we hadden het net over zondag-zaterdag voetbal. Patrick Lokke, trainer NFC Zaterdag. Mr. Argon, mag ik hem eigenlijk wel noemen. 10 jaar daar gespeeld, algeheel amateurkampioen geworden. 2 keer zondag hoofdklasse A. En vorig jaar afscheid genomen met de Strixbeker en de landelijke amateurbeker. En dat kwam niet omdat Patrick niet meer bij Argon wilde spelen. Nee, maar omdat Argon, zoals Mark net ook al zei, besloot had om de stekker er op zondag uit te trekken. Dat deed zich het mooie feit voor dat hij onlangs met zijn nieuwe club, Jos Watergaasmeer, speelde tegen zijn oude club Argon. En dat was voor Patrick Lokke een mooi weerzien.
kenmerkende lach van Patrick Lokke. Is hij een fenomeen, jongens? Als voetballer, laten we daar even mee beginnen. Ja. Nou, ik vind het wel. Ik vind het gewoon een mooie gozer om te zien. Als je ziet. Ja, ik heb hem wel eens meegemaakt dat hij geblesseerd raakte in de zaal bij Roda. Speelde hij zaalvoetbal op het hoogste niveau. En dan dacht ik echt, nou, die heeft alles afgescheurd wat er is. En zondags hoor je gewoon, hij had weer gespeeld, hij had weer gescoord. Hij scoort altijd. Hè? Het was onvoorstelbaar. Het is echt niet normaal. Wel leuk aan deze wedstrijd tegen zijn oude club Argon. Het werd uiteindelijk 0-0 in de beker, moesten penalties genomen worden. En hij wilde niet. Hij wilde niet nemen. Terwijl hij eigenlijk altijd strafschoppen neemt. Ja, misschien toch. Begrijpelijk? Toch nou, de emoties die daar ergens van. Ja, blijkbaar toch dat kleine stemmetje in zijn achterhoofd die zegt van ik ga dat niet doen op dit veld met mijn achtergrond hier. Ik denk dat toch de reden is geweest. Hij zei tegen mij van onbewust ben ik er misschien mee bezig. En stel dat ik mis, dan zullen al die Argon supporters, want hij werd echt als een icoon ontvangen daar. Zullen ze die gemiste penalty onthouden? En ik heb liever dat ze mijn twee doelpunten onthouden toen ik vorig jaar zorgde dat ze de landelijke amateurbeker wonnen. Ja, snap ik. Hoe is je als coach? Ik ben een hele spontaan. Van zaterdag tweede klasse NFC en je speelt tegen hem? Ja, nee, hij is heel spontaan. Zeker als je ziet, en we het hier al benoemd, dat je als voetballer dat heeft bereikt in het amateurvoetbal. Waar velen eigenlijk jaloers op zullen zijn. En als je hem ziet als collega, is hij echt heel eerlijk en heel open. En als je hem gewoon ziet staan, denk ik ook dat op dat gebied het een groot zou kunnen worden. Ja, we hadden het net over je eerste jaar, vroeg aan mij van hoe oud is hij? Patrick is volgens mij 33. Jij zegt van hij kan eigenlijk nog wel een paar jaar mee voetballen. Ja, ik vind het eigenlijk nog ik vind hem nog te veel voetballer voor zeg maar het trainen zijn. Je moet op een gegeven moment wel echt loskomen van het voetballen. Je moet wel weten echt wat je wil. Je kunt bijvoorbeeld een jeugdteam erbij doen. Maar als je in de eerste helft of een jor speelt en dan ben je ook nog hoofdtrainer van assistenttrainer, hè, want hij mag geen hoofdtrainer zijn, okay. Maar wel behoorlijk wat verantwoording hebt. Nou, dan denk ik dat je een beetje. Dan leef je in twee werelden. Ik denk dat je dan nog niet het ideale. En ik vind hem dus meer voetballer als echt trainer. Heeft hij het wel in zich om een goede trainer te worden? Ja. Kan jij daar niet over delen? Nee, ik kan niet. Je kent hem wel als voetballer, neem ik aan. Ja, ik ken hem als voetballer. Dus je kent zijn karakter een beetje. Ja, en ik heb hem leren kennen dat hij toch ook wel redelijk nadenkt over hoe hij dat zelf voor elkaar heeft gekregen. Het feit dat hij nu al een paar jaar trainer, zeker assistent trainer is, is hij wel bezig met zeg maar, zijn carrière erna. Alleen wat ik net al zei, dat de beelden draaiden. Het druipt er vanaf dat die jongen het nog zo verschrikkelijk naar zijn zin heeft. En ook de naam Patrick Lokke die komt met mijn jongens natuurlijk regelmatig boven water. Ja, want die trainde vorig jaar onder hem natuurlijk bij NFC. Ja, maar wat Ruud terecht zegt, hij kan niet een seniorenelftal nemen, wetende dat je ook bij Jos nog in het eerste speelt, wetende dat het ook dezelfde trainingsavonden zijn. Dus dan kan je inderdaad beter een jeugdelftal nemen of in ieder geval iets anders dan een eerste elftal. En ik vind, ik denk dat het echt een trainer wordt die als je zijn diploma's gaat halen. Dat zal nog de grootste probleem misschien gaan worden. Ja. Als hij die ambitie heeft hoor, hij heeft TC3 weet ik. En, goed, de tijd zal het leren. Ja. De actualiteit jongens, nog 7-8 wedstrijden zit het seizoen erop. Ik zit hier voorlopig met twee succesvolle trainers. Maar hoe is het aan het eind van dit? Laat ik het eerst aan de neutrale man vragen. Wordt ANVJ kampioen Ruud? Dat is een lastige. Van Mark vind ik het wat makkelijker. Van Amstelveen, ja. Ja, weet je, het kan alle kanten op in de pool bij ANVJ. En je wint twee keer, je verliest een keer of je speelt twee keer gelijk. Vooral met gelijkspelen ben je zoveel punten pissen. Dan heb je het idee dat het nog wel aardig is gegaan. Het gaat dat om zes puntjes. Maar van vijf Amstelveense clubs die strijden om die titel. Hoe zie jij dat zelf? Kan jij er iets? Jij hebt natuurlijk al die clubs gezien inmiddels. Nou, het leuke is eigenlijk, als je het begin bekijkt, dat de ploegen die eigenlijk heel slecht begonnen zijn, AFC en wij, later en heel DVA lang... En DVA ook inderdaad. Die dat die allemaal nog, goed staan. Die staan allemaal goed. En de ploegen dus die hoger, wat minder. En het nu in één keer, het werd een beetje uit elkaar getrokken. En nu kruipt het allemaal juist weer bij elkaar. Dus het wordt juist weer heel erg spannend richting het einde. Jij durft Jan niet voor in het vuur te steken dat jij straks met de denkbeeldige schaal staat? Nee. Wij hebben vorige week de periodetitel gewonnen. Omdat dus de concurrent verloor terwijl je ineens zelf speelde. Inderdaad. Ja. Dus op dat gebied zeg maar, is bij ons de eerste prijs is binnen. En alle remmen gaan nu los voor de titel. Ja.
Het geloof is er wel. Natuurlijk. Ja. Dat moet ook. Ik bedoel, als je zo lang bovenaan staat, moet je niet zeggen, ja, of we gaan verschuilen. Het geloof is er niet. Wij gaan er gewoon volledig voor. Ja. Ik vind dat wel, hoor, bij AMVJ. Dat vind ik echt een ploeg die... gewoon echte vrienden van elkaar en het gaat niet om het mooie, maar het gaat gewoon puur om, we gaan de strijd aan elke week en ik denk dat je daar heel veel mee kan komen. Maar dan gelijk de vervolgvraag, stel dat ze promoveren, of het nou via kampioenschap is of na competitie, want de periodetitel hebben ze, heeft zo'n club dan ook iets te zoeken in een eerste klasse? Dat brengt me eigenlijk gelijk weer terug aan het begin van deze uitzending. Hoe is het met het voetbal in Amstelveen? We hebben 85.000 inwoners. En we hebben geen eens een club die hoog gespeeld aan de tweede klasse. Come on, hé. Dat is bijna schandalig. Nou, er zal wat samen moeten komen, maar alles heeft met sentimenten te maken. Een clubje als Nautilus, die het gewoon hartstikke leuk vindt om een beetje te pielen in een houten kantine. De laagste kantineprijzen van Amstelveen. Ja, maar dat, dat is een fantastisch clubje. Nee, maar goed, als je dat soort sprokkelclubjes hebt, dan moet dat toch wel een beetje meer... Nee, maar daarom zou je eigenlijk het aantal naar beneden moeten brengen. Maar dat is puur theoretisch, want dat ga je in de praktijk niet voor elkaar krijgen. We hebben 10 clubs, dat tel ik Oudekerk even mee, we hebben 10 clubs hier. Ja. Maar in Heemskerk hebben we er 2 en die spelen allebei in de hoofdklasse. Ja. Of eentje in de topklasse. Eentje topklasse, eentje hoofdklasse. Maar in Amsterdam is de discussie regelmatig al een aantal jaren van dat er meer clubs... Goed, er verdwijnen natuurlijk ook steeds meer clubjes. Ja. Het heeft ook met centjes te maken, hè? Absoluut. Amstelveense clubs steken er gewoon niet zoveel geld in. Niet in het aantrekken van spelers. Nee, maar dat hoeft misschien niet eens. We hebben het dus straks gehad over jeugdopleiding, dus ik bedoel, kan het dan is denk ik tweede klas, eerste klas het hoogst haalbare. Okay, maar eerste klas zou mooi zijn. Ik wil wel even terug naar periodetitel. Jij kreeg hem als ware, nou hier schoot gewoon een beetje overdreven, want je hebt natuurlijk ook zelf die punten moeten halen om zover te kunnen komen. Ik wil even terug met jou, Mark, naar 2 november vorig jaar. Toen haalden jullie de periode door met 1-0 te winnen van VVC. En kijkt u even mee naar deze beelden. Want die zijn, vind ik, een beetje opzienbarend nadat er net een periodetitel is gewonnen. Mitchell. Er wordt gevraagd of we een feestje hebben. We hebben een periode gepakt. Is dat ja! Hey! Ja, ja, ja! God, die plaatje! Lang en ja, opmerkelijk zeg ik eigenlijk, omdat ik toen ik daar met die camera richting kleedkamer kwam, dat ik niet nou echt het gevoel had dat er iets gewonnen was. Nee, maar dat is typerend voor mijn groep. Typerend denk ik voor mij, op dit moment voor de club Amstelveen. We hebben vorig jaar, tot op de laatste dag van de nacompetitie, hebben wij meegedaan voor promotie. En dat is je toen niet gered. Dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan is er vanaf dag 1, wat Maurice nu zegt, van je gaat nu vol voor het kampioenschap. Bij ons was op dag 1 was de doelstelling al bekend. Op het moment dat ik er kwaliteit bij krijg met de jongens van NFC, met de kwaliteit die ik er al bij had, die ik al had en niet wegliep, kan het natuurlijk niet zo wezen dat je ineens in de veilige stand gaat voetballen een jaar lang. Nee. En dan het is ook gewoon echt een moeten. Nou ja. Trainers willen zich nog wel eens indekken. Nee, ik dek me helemaal niet in. Maar ik vind daarom zeg ik ook, het is ook echt een moeten. Amstelveen is gewoon een club die als ondergrens de tweede klasse moet hebben. En niet de derde klasse. Want dan krijg je inderdaad het schouderklopje van jou, begrijp ik. Met je speelt op bijna het laagste niveau op de zaterdag. Nou, dat is dan sinds dit jaar. Maar Amstelveen moet minimaal tweede klasse zijn. En wij zijn zelf. Een goede tweede klasse. Nou, een structurele tweede klasse. Wij moeten ook niet eens in de problemen komen in de tweede klasse. Nee. En dan kan je binnen 1, 2, 3 jaar, wat we nu een beetje aan het omschrijven zijn, ook gaan nadenken van wat gaan we er nou aan doen om er een eerste klasse van te maken. En daar is de jeugdopleiding is daar een onderdeel van. Alleen dat ga je niet in die 3 jaar, gaat dat je helpen richting de eerste klasse. Maar het moet wel zo wezen dat de spelersgroep die wij nu hebben, dat we die bij elkaar houden. Maar dat we nu ook al heel erg gericht aan het nadenken zijn. Over hoe het volgend jaar verder moet. Nou, wat we ervoor nodig hebben om inderdaad bij de eerste 5 te eindigen. Want ik wil gewoon volgend jaar niet lekker met de haak over de sloot. Kan zijn ploeg mee in tweede klasse? Ja, hè? Ja, zeker weten. Kijk, als je nu natuurlijk ziet wat ze erbij hebben gekregen. En wat er inderdaad al was. Ja. Ze hebben misschien ook dat jaartje niet helemaal pech. Alleen... toch het punten verloren dat ze niet hadden hoeven verliezen, zeg maar. Om toen anders hadden ze een stap al eerder anders hadden ze zeg maar gewoon erin gebleven. Hadden ze misschien met het aantal erbij. Die degradatie, ja, dat bedoel ik. Ja. Kijk, wij spelen dit jaar ook 3 keer, of verliezen wij 3 keer van de nummer 2 en 3. Dat kan. En ik heb al meerdere malen aangegeven dat wij kampioen worden, of dat heel veel kampioensploegen winnen van de nummer 2 rijtje, om het zo maar te zeggen.
Nou, niet de clichés, de kampioens word je tegen de kleine. Nee, maar goed, een Overbos en een Jos. En wij hebben vorig jaar te veel punten laten liggen tegen die jongens. Het zit er alweer bijna op, heren. Ik wil toch nog heel even tot slot kort naar jou, Ruud. Jij wordt volgend jaar trainer van NFC. Vierde klasse op zondag. Ja. Maar ook daar zit ongetwijfeld de ambitie om minimaal vroeger hoofdklasse. Hè. Speelt nou vierde klas. Ja, het wordt een zware opdracht. Het wordt een zware opdracht. Je hoeft niet naar de hoofdklasse van. Nee. Maar derde klas moet toch wel zeker het doel zijn? Nou ja, wat de doelstelling is dat ze graag naar de derde klasse willen. Het is een compleet ander verhaal als bij Roda, waarin ik kon putten uit de jeugd. Die ik met een groepje voor elkaar heb weten te stomen. Dat hebben we gewoon voor elkaar gekregen. Dat is bij NFC anders. Dus dan zullen we op een andere manier creatief moeten zijn. Kijken wat of de jongens graag bij NFC willen spelen. Staat een heel aardig ploegje hoor, want ze winnen nu ook ruim van de nummer 2. Dus wat dat betreft hoop ik dat die gasten blijven. Is er een kans dat er ook daar een soort van samenvoeging komt van die zaterdagspelers? Geen idee. Ik heb mijn gedachten daar wel over. Maar en jouw zoon, want die gaat hoofdjeugdopleiding doen bij NFC. Gaat hij daar ook voetballen? Nou, dat zal moeten blijken, maar daar is nu geen sprake in van. In Huizenvisser? Nee. Oké. Okay. Gaat erop in voetballen bij NFC of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké. Okay. Heren, dank jullie wel. Heel veel succes op weg naar de titel. En jij bij NFC volgend jaar. Dank u wel. Volgende maand zijn we bij u terug en dan gaat het over hockey. In aanloop naar het WK in Den Haag hoop ik hier een paar leuke tophockeyers aan tafel te hebben. Graag, tot dan.